Hele goedemiddag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Hé, hallo grote meid. Ik heb gezien dat Karen en Roderick al in Den Helder zijn, ook ik weet waar, en ook dat moet gebeuren. Ze heeft ook al gebeld. Ik moet de meisjes nog uitlaten, maar ik durf eigenlijk niet, want mijn nieuwe beeldscherm die moet nog komen. Zo tussen 10 en 18 uur komen. Maar de juiste tijd moet ook nog komen. Kan je dat? Ja, dat dus. Hè? Doe ik weer wat verkeerds? Juist, omdat je lange nagels hebt, hè? Ja, ze zijn bikkelhard waar de blauwe op zit, dus ik kan amper knippen. Maar ja, komt wel goed. Zo, en ik zal weer kijken of het al overgenomen is. Ik zie haartjes bewegen. Even kijken. Oh ja, het is zaterdag. Het is zaterdag de 19e van de 10e 2024 en we leven om 13 uur 41. Dat is allemaal. Ik moet eventjes naar de DHL. Maar ja, dat zijn van die elektrische rotdingen. Nee, zodra de bezorger onderweg is, vind je hier een betere inschatting van het bezorgmoment. Dat staat de hele ochtend er al in. Dus ik denk dat ik gewoon mijn meisjes uit ga laten. Ik ben trouwens ook net weer wakker, want ik had een rotnacht. Weer mijn maag, de hele nacht mijn maag. Oh, dat word je niet vrolijk van. En vanochtend nog om 7:30 was ik er even uit. Wouden de meisjes er nog niet eens niet uit. Ze lagen heel ver weg te slapen. Ik denk, nou, maar ik moet wel naar de wc. En ik denk, dan ga ik er ook weer in. Maar ik moet dit dus in de gaten houden, die er verstand van hebben. Ja, dus, ja. Dat dus. Maar dat komt wel goed. Ja hoor. Komt helemaal goed. En dan hopen dat ik niet, want ik moet ook mijn jas nog halen. Ik kan ook vandaag. Ga ik straks trouwens eerst bellen hoor. Ja, maar wat is dat? Janne heeft gebeld. Zo te zien. En waarom? Ik weet niet. Die kan ik vragen. Een plaatje van Jan. Uit Utrecht, geloof ik. Ik moet mijn Janne hebben. Ja. Maar ja, doe ik straks wel even. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet gewoon van alles weer. Met wat jullie doen. Maar geniet ook weer gewoon een beetje met ons mee. Ja, en jullie weten het. Karen en Roderick die komen hier naartoe. Maar ik ga toch eerst met de meisjes lopen. Dus ik zeg geniet en tot later. Doei! Zo, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ja, alweer geruime tijd hoor. Ja, ik heb de meisjes al uitgelaten. Ook is Bolletje al onderweg. Hier. Ik heb het gezien, dus nu en 15 uur 33 geloof ik kan die komen. Ik zal weer even kijken. Je weet me nooit. Ja, Bolletje. Even koeken loeren. Ja, tussen 14 uur 5, dus 5 over 2, dat is toch geweest. En 15 uur 35. Tussen die tijd kan die komen. Helemaal top. Kan ik ook mijn jas nog halen. Daar moet ik nog van bellen trouwens. Maar dat komt zo wel. En ik moet het telefoonnummer ook nog opzoeken. Want die heb ik niet.
Maar dat komt dus helemaal goed, dus ik ben blij. Yeah! Echt wel. En dus, maar het komt helemaal goed. Nou, Karen en Roderick, die zijn er nog niet. Nee, maar dat hindert ook niet. Ik weet dat we hier in een helder zijn. En we gaan er gewoon een leuke, gezellige dag van maken. Ja! Simpel zat hoor. Echt waar. Ik heb nou een lekker bakje koffie voor me staan. De meisjes die liggen lekker op de bank. Dus het willen mensen allemaal meer. Ja, lieve dieren hebben. De droger die draait al, nou ja, voordat ik beneden kwam al. Met wasgoed voor Karin. Dus nou ja, voor Karin, wat er in de buik mag groeien. Dus ja, het is voor Karin, maar ook voor die kleine daar van binnen. En dus ja, dat draait nou. En ik heb nog een beetje zwarter was, maar ik heb nog meer was hoor. Maar ik hoop dat het op tijd droog mag zijn. En dan kunnen ze dat ook meekrijgen. Dan enkel die twee tarsen. En dan komt alles mogelijk goed. Ja, ik ben er gewoon blij mee. Ja. Maar in ieder geval, ik wens jullie gewoon verder weer een fijne middag verder. Totdat ik weer natuurlijk kom. Dan zullen jullie wel weer schrikken van, oh, daar heet die heks weer. Ja, nou ja, ik ben nou eenmaal een heks. Maar wel een goede heks, of niet dan? Ja. Ik probeer altijd lief te zijn. Ook weet ik dat ik nog steeds een vraag van Mirjam Eleveld moet beantwoorden. Maar het loopt een beetje weer door daar. Die radartjes van binnen die gaan dwars door elkaar heen. Dus ja, dat heen met ons heksen, hè. Ja, dat heen gewoon. Maar dat komt ook wel goed. Wat in het vat zit, dat verzuurt gewoon niet. Ja, komt helemaal goed. Oh, was jij dat? Ik hoor wat. Was jij het? Van Rijka. Ja, dat kan gebeuren. Maar oké, ik zou zeggen, geniet. En geniet gewoon weer een beetje met ons mee. Tot later. Ja, lieve vrienden. Ik heb hem binnen. Daar staat de doos. Ja, dus die moet ik zo meteen even uit gaan pakken. Dus dat gaan we ook doen. Ja, en jullie moeten zo ook aan de lader. Ook dat nog. En ik wil even mijn koffie drinken. Dat gaan we ook even doen. Als die nog te drinken is al. Hij is nog wel heet. Ja. Nou, hoe gaan we dat doen? Hoe doen we dat? Blijf jij daar liggen? Ik zet hem even hier neer. Hop. Ik moet het even hier op hebben, hè? Even aan de kant, jij. Ja. Nee, ga even weg met die snot koken. Ik heb toch nog wel lijking aan, dus jurk omhoog. Hoppa. Ik ga het nou even wel met een schaar doen. Ook al ken ik het zonder schaar af. Maar het is eventjes. Het is nog geen noodzaak dat ik het zonder schaar doe. Oh, wat ben ik blij, lieve vrienden. Echt. Ik ben zo ontzettend blij. Ik zit iedere keer, ja, hoe lang blijft dat goed gaan? Ik zit met mijn beestjes al in mij. Dat is toch opgelekt? Ai, nee, we zien wel. Mag niet weg. Ja, de doos zien jullie niet, maar dat maakt niet uit. Oh, ik kan er een bootje varen, want hij loopt overdreven, loopt hij zo. Het is een schuitje. Ja, het is een schuitje. Het is een doos. Ja, er niet bij. Kan nou niet. Oh, dit is het scherm.
Dit is het scherm. Maar ja, natuurlijk ingepakt. En ik heb op zijn kop, zo moet hij komen. Maar dan, zo, komt hij erop te staan. Maar, nou, moet ik even ruimte toveren. Want ik heb hier nou zo veel op de tafel. Dat uitkomt. Dus. Maar welkom hoort. Welkom, welkom, welkom. Hartje terug. Nee. Nee. Jullie zijn ook net buiten geweest, ja? Ja, maar we zien mensen binnenkomen die we kennen en dat vinden we leuk. Ja. Nee. Nee, kijk eens hier. Nee, zit er. Kijk eens hier. Niks. Nee. Nee. Nee, zit er. Gewoon en gewoon zitten en geen aandacht tussen. Rodi staat daar nog eventjes. Mama die is ook weer aan het filmen. Wij mensen. Wij. Dus wij gaan nog even tussen. Ga je mee? Ja, ik ga mee. Mooi. Daar gaan ze. Ja. Dat krijg ik nog een knuffel? Nee, niet meer. Nee, niet meer. Ben op. Mwah. 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 Is goed, schat. Dus. Dag, mam. Dag, lieverd. Hou. Lukt het allemaal? Nee, lukt niet. Ja. Niet allemaal. Nee. Helaas niet. Nou, doei doei. Goeie reis. Dag Sinterklaasje. Dag Sinterklaasje.
En daar ligt Elwing en waar Rijker nou is. Oh, die is daar. En dan heb ik nog Mary aan de telefoon en die is daar. Dag Mary! Ja, geweldig. Ja, lieve vrienden, de meisjes liggen lekker lief op de bank, allebei. Rijker ligt erachter. En ik heb een bak koffie en ik heb even wat lekkers gepakt, want ik heb de hele dag nog niks gehad. Ik denk, nou, dan maar even twee merkpijpjes en vanavond maar even eten. Het is al eigenlijk al avond. Nee, nog niet. Daar zit onze kandalevie. Mijn nieuwe beeldscherm. Ja. Hij loopt een beetje rond. Ga eens even naar de kant. Dat zien jullie zo wel, hè? Dat die rondje loopt. Ja, hij loopt een rondje. Helemaal geweldig. Ja. Helemaal geweldig. En een andere poot natuurlijk erbij. Uiteraard. En dus. Maar dat er gaat, is die poot een beetje te groot vanwege mijn toetsenbord. Ja. En dan kan er niet overheen, want hij, dit, gaat hij wankelen, denk ik. Ben ik bang mee. Ja, zoiets. Ja, gaat hij wankelen. Dus dat is ook eigenlijk weer niet goed. Maar ja, we wachten het af hoe dat werkt. Hij moet nou wel even naar de kant. Want ik heb enkel mijn muis nodig. Dus ja, dat dus. Maar ik ben er super blij mee. En daar staat een oude lul. Dat ding heb ik al klaar. Dat nestje, dat kindernestje, babynestje. Enkel, ik moet nog een klein naadje weer dichtstikken. Maar de band zit er doorheen. Ja, dat, ik heb al een filmpje ervoor gemaakt voor haar. En naar haar toegestuurd. Maar ze zitten even, weet ik veel waar, te happen. Dat moet ook gebeuren. En ik ga zo meteen, als ik mijn koffie en dat op heb, met de meisjes even naar buiten. En in die tussentijd ga ik even mijn spelletje doen. En dan vanavond, ja, moet er weer een vlog voor Karin in elkaar gezet worden. Maar daar zou ze mee helpen. Dus ja, komt het hopelijk goed. Hè, dametjes van het goede leven. Dametjes van het goede leven. En jij, je kunnen hoor. Niet lauwen, hè. Ja. Hele gemak van, ja, het stinkt, hè. Ja. Ik zweetpoten. Ja, dat dus. Maar in ieder geval, ik ga van, straks mijn regenjas uitproberen, ondanks dat het niet regent. Maar de regen is wat te grijpen van de lucht. Ja, zo grijp, zo grauw, bah, niks aan. Maar het is niet koud, nee. En hij is gevoerd, dus daar zijn we blij mee. Ja. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden, ja, de visite die is al weer heel lang weg, hoor. Ja, ik heb eventjes niet gefilmd met hun, nee. Karin en Roderick hebben weer even in mijn computer gezeten om weer te helpen met een vlog van haar. Maar die loopt nou, die is zichzelf bezig. En ja, ik hoorde hiernaast aanbellen en nog eens een keer aanbellen. Ik werd niet opengedacht, ja, wat weet ik ervan, weet je. Ik zit dan wel in het donker, maar er staat weer een ambu voor mijn deur. Maar dat hoeft niet hiernaast te zijn. Nee, weer bij mijn buurman daar op het hoekje waar alles donker is. De scheurdeur van hem staat open. Maar ze kwamen hier ook al te bellen van, ja, de sleutel die ligt daar en daar. Ja, dan kwamen ze hier ook al vragen van waar woont die? Ja, weet ik veel. Ken ik maar een paar mensen bij de voorname, voor de rest niet. Maar schijnt het wel op dit rijtje te zijn. Maar ja, leuk is het weer niet, maar het is weer bij die oude man, hè. Ja, weer bij die oude man. En dan denk ik ook, ja, hoe dan? Waarom woont die nog alleen? Weet je, nou, ik snap er eventjes twee keer niks van. Maar ik was ook met een broodje voor mezelf bezig. Zo. Ik was ook met een broodje voor mezelf bezig. En ik doe er even een wijntje bij. Want ja, ik heb gewoon zin in wat. Dus dan pak ik even een broodje. Want ik heb vandaag weer heel raar geleefd.
En dat is niet gegeten. Dus ja, dat moet je toch wel even doen, hè. Maar ja, oké, ik heb een broodje klaar en de meiden hebben een half plakje worst gehad. Ik heb hier een plakje worst leggen voor Kandalfie. En dan mijn wijntje erbij. Komt het helemaal goed, mag ik hopen. En ik denk dat die weer afgevoerd wordt. Ja, dat denk ik wel. Ja, het wordt weer donker, hè. Ja, kan er niks aan doen. Ja. Kan er echt niks aan doen. Maar het is nou helemaal zo. Hé, dametje van het goede leven. Nou, ik zet even jullie hier. Even mijn wijntje naar de tafel. En dan moet ik jou even nog voorzien, hè. Ja, even het kussentje goed doen. Mag ik even bij, schat? Kom eens. Ja, kom maar. Kom dan, kereltje. Wat ben je dan? Kandalf. Kom dan. Kom dan. Ja, hier ook, kijk eens. Oei. Maar dat is lekker. Ja, dat is lekker, man. Zal ik je nog verder helpen? En dan kom dan. Kom dan. Kandalf, kom dan. Ja, denk je dat hij komt? Twee keer niet dus, hè? Ja, Kandalf. Ja, als het maar in stukjes is, denk ik, hè? Ja, dan lusten we het wel, hè? Dat dus. Nou ja, in ieder geval, de vlog van Karin is bijna klaar. Mag dat? We gaan niet stelen. Kom maar. Nee, we gaan niet stelen. Dat doen we niet. We gaan niet stelen. Nee. Kandalfie, kom eens. Kandalf. Nou. En dankjewel, hè. Vrouwtje legt het voor jou weg, hoor, schat. Ja. Vrouwtje legt het voor jou weg. Ik denk zomaar dat hij weer afgevoerd wordt. Want de vorige keer dat hij toen afgevoerd werd en dat hij zo lang wegbleef, had hij een soort metia, laat me zeggen, maar dan een beetje erger. En dan vraag ik me af, jeetje, nog aan toe, hoe lang kan een mens leven? Ja, politieauto gaat er vandoor, zo te zien. Die zijn boel is gedaan. Ja, want ze konden er niet in komen. Dus ja, een beetje absurd. En via een sleutel die bij een ander lag, zijn ze dus geloof ik binnen weten te komen. Dus ja, dat dus. Nou ja, hey, toch weer sensatie, hè? En dat weer voor mijn deurtje. Ja, echt pal van de deur, hè? Kom maar binnen, wil je koffie? Ja, zou je haar zeggen, hè? Wel grappig allemaal, wat dat er gaat. Maar in ieder geval, ik zal Karin haar vlog even naar YouTube brengen. En dan komt alles goed. Ik mis ik mijn handdoek, die ik altijd op mijn schoot heb. Ja, en ik weet waar het door komt. Omdat ik mijn ramen open moest doen, maar de meisjes die hielden me stil. En daar ben ik trots op. Die krijgen zo meteen wat lekkers, wat dat er gaat. Ja, want ik had raam wagenwijd open en normaal, dan heb je die twee. Ja, nou dus niet. Nee. Dus ik ben wat dat er gaat, trots op die meiden. Ja. Ja. Lekkere dingen. Dus ja, dat dus. Nou, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond.
En heb veel plezier. En geniet van elkaar. En met elkaar. Tot later. Ja, lieve vrienden, het is weer de hoogste tijd om te gaan lopen en dan naar boven toe. Ja, want het is alweer 2 uur geweest. Het is 2:04. Dus het is alweer reeds zondag. Maar we gaan nog wel eerst even een slaapje doen. Ja, ja. En ja, de meisjes die hebben ook zin in wat lekkers. En ik heb zelf wat nog zin in wat lekkers. Dus dat gaan we eerst doen. En daarna gaan we even een stukje om. En daarna gaan we naar bedje toe. Dus ja, lieve vrienden. Ik wens jullie allemaal een hele, hele fijne nacht. Voor straks gezond wereld. En degene die naar de kerk toe gaan. Hele fijne, liefdevolle kerkdienst gewenst. En God zegenen. Dat moeten jullie alle dagen hebben. Maar dat weten jullie wel. En ja, jullie weten het ook allemaal al. God die houdt gewoon over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik. Graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!